Vooral taal spreken is echt je openstellen en bruggen bouwen naar andere culturen. Wat ik heb gezien de afgelopen 10 jaar is dat werkgevers culturele competentie en kennis van taal en regio nodig hebben, omdat ze in verschillende culturele contexten opereren. Ik zie taal soms een beetje als een soort filterbubbel waar je in zit. En in Nederland blijven we vaak een beetje hangen, nou ja, allereerst natuurlijk in de Nederlandse filterbubbel, maar zeker ook in de Engelse bubbel. We zijn heel erg gericht op de Anglo-Saxische wereld, maar de wereld is zoveel groter dan dat. Taal is cultuur, dus je kan niet een taal studeren zonder ook een cultuur te studeren. En de beste manier om cultuur te bestuderen, literatuur te bestuderen of geschiedenis te bestuderen, is in de taal die men toen gebruikte. En dan geef ik ze college en dan begin ik met mijn Quat we gardina in hier dagum verkuninga thrum je frunon hu tha ethelingas ellen fremedon. Well, one of the things that we try to do here at Chinese Studies is to convey to people that China is actually quite complicated. It's easy to think of China as just this faraway place and have people orientalize what's going on there and see it as sort of this weird other. But actually, what happens in China is not that different from what happens here, just often a slightly different pace and sometimes a quite different scope. Ja, als je weet hoe taal werkt en hoe taal stuurt en hoe verhalen je in de greep kunnen houden, dan kan je denk ik ook sturen, beïnvloeden, analyseren hoe anderen dat doen. En dat is een vaardigheid die echt zo cruciaal is voor de samenleving. Ik denk als je niet bewust bent van de impact van taal en toegankelijkheid en culturele factoren, dat je dan niet je missie kan bereiken en echt brede maatschappelijke impact kan hebben. Leiden is een talenstad.